Carol, Ron en Lauren Vollmer waren op zaterdag 21 september vanuit North Carolina in de Verenigde Staten aanwezig bij de Frank Doucet-herdenking in Lierop. Ze hadden ervoor over om een vlucht vanuit hun woonplaats naar Philadelphia en vervolgens van daaruit naar Schiphol te boeken om de herdenking van Frank Doucet mee te beleven. Carol Vollmer is een nicht van piloot Horace Bradshaw. Hij bestuurde het vliegtuig waarin ook Frank Doucet als boordschutter zat toen het bij Wintelree neerstortte. Horace en Frank kwamen samen in het onderduikerskamp Dennelus terecht. Na afloop van de Frank Doucet-herdenking sprak Austeer Unicaite van Sirius TV met Gerard Geboers en met Carol Vollmer. Gerard, vandaag was de bevrijding, viering, 80 jaar bevrijding, bij het Frank Doucet-monument. Maar ook werd vandaag Horace Bradshaw genoemd. En daar kennen dat is een minder bekende naam voor veel mensen. Nou, Horace Bradshaw was de piloot van het vliegtuig van de bommenwerper waar ook Frank Doucet tot de bemanning behoorde. Frank Doucet was boordschutter. In ieder geval schutter. En het vliegtuig is neergeschoten. Is in de gemeente Oorschot. De ene zegt Wintelree, de andere die zegt misschien weer een andere naam. Maar in ieder geval in Oorschot is het vliegtuig gecrashed. En die twee, Bradshaw en Frank Doucet, die zijn erin geslaagd om te ontsnappen. Meer, maar zij waren zo gezond en ze hadden het geluk om uit de klauwen van de Duitsers te blijven. En ze zijn dus via Eindhoven en Nuenen zijn ze in Kamp Dennelus hier in Lierop terechtgekomen. Van 12 augustus tot helaas voor Frank Doucet 19 september. Toen is hij bij een schietpartij omgekomen. En Harris Bradshaw heeft hier gezeten tot 21 september 1944. Toen was er de nacht ervoor stond er al een Engelse carrier bij Kamp Dennelus. En in de loop van die dag, zou ik maar zeggen, is het kamp ontruimd, is bevrijd. De onderduikers zijn naar Mosel gegaan. Harris Bradshaw is direct met die Engelse carrier uit beeld verdwenen. Heeft zich vier dagen later in Brussel gemeld. En was als eerste van de hele club weer terug thuis. Carol, today was a big ceremony for the 80th anniversary of the freedom in the Netherlands. How did you find the ceremony? We found it beautiful. It was very moving. It made us think of all those who gave their lives in World War II, and we were thrilled. Yeah, because you had like maybe a special part of the ceremony because of Horace Bradshaw. You are a descendant of him. Yes. What do you remember of him? I remember him well. He was 20 years older. He was my first cousin. Our fathers were brothers, and we saw a lot of him, but he was in the military. He continued after he served in the war, and so he was home just occasionally. But it was always a celebration because he was a lot of fun. Yeah. So what happened to him after the war? Because he returned just after the war back to America, and what happened then? Yes, he went back to America. He did go to a rest home, I think, to recover from the experiences that he had. And then he stayed in the military. He became he was a pilot already, and he flew other types of aircraft. He stayed in for, I think, about 20 years, and he made a career of it. Unfortunately, he passed away fairly young, but we remember him well. We spent a lot of time with him when he was home. Well, this isn't the first time you're here in Lierop. Do you feel like a connection maybe through the family while being here? We do. We feel a connection with Gerard and his family, his wife Ina. We got to know them 5 years ago when we were here before, and Gerard took us through the hiding camp where my cousin Horace had been for 6 weeks. He led a sabotage team when he was there, and we so much enjoy going through the hiding camp and imagining how it must have been for everyone that was in that camp.